Goedendag. We begonnen de dag vandaag met mist en plaatselijk zelfs dichte mist met zichtwaarde onder de 100 meter. En naast dat natuurlijk voor overlast zorgde, zorgt het ook voor mooie plaatjes zoals hier in Doesburg, waar deze kerk prachtig gehuld was in een laag met mist. En we zien ook gelijk dat die laag niet erg dik was en daardoor kon op sommige plaatsen de zon nog even tevoorschijn komen. Al overheerste de bewolking op veel andere plaatsen ook al, zeker in het zuidwesten van het land, waar weer een nieuwe storing klaar ligt om ons land te gaan passeren. En dat gaat ook weer gepaard met regen, net als we de afgelopen dagen hebben gezien. Dat zien we ook mooi terug op de weeranimatie. Vanuit het zuidwesten trekken regelmatig regenzones of buien over onze omgeving. En dat is natuurlijk niet onlogisch met die lage drukgebieden die zich nestelen rondom ons land. In het weekend zien we overigens de isobaren ook dichter bij elkaar komen te staan. En daardoor gaat de wind ook nog eens flink in kracht toenemen. En kunnen we dus wel spreken van een echt herfstachtig weertype waar we komende dagen mee te maken gaan krijgen. Ook morgen is dat het geval. Regelmatig trekken buien, vooral van zuidwest naar noordoost over ons land, kunnen lokaal flink wat regenwater achterlaten. En lokaal is ook een klap onweer of enkele felle windstoten niet uitgesloten. De temperatuur ligt daarbij tussen 11 graden in het noordoosten van het land tot lokaal nog een 14 graden in het zuidwesten van het land. En de wind die waait stevig door uit zuidwestelijke richting is matig boven land tot vrij krachtig aan zee. En die wind gaat ook in het weekend een grote rol spelen in het weerbeeld. Op zaterdag en zondag waait hij stevig door uit zuidwestelijke richting, met daarbij kans op buien. Tussendoor nog wat ruimte voor de zon, maar heel veel zonuren hoeven we niet te verwachten. In de nieuwe week gaat de temperatuur weer ietsje omlaag, richting een graad of 13, en houden we dat wisselvallige weertype vast. En daarmee is het ook niet onlogisch dat de neerslagkans bijna dagelijks boven de 50% uitkomt en op verschillende dagen zelfs richting de 100% gaat. En daarmee kunnen we dus al echt spreken van een herfstachtig weerbeeld de komende periode. Tot de volgende keer.